Er is niet zoveel verschil tussen een kegelbal en een bowlingbal. Maar kegelen en bowling is lang niet hetzelfde. Want het Amerikaanse spel wordt gespeeld op veel bredere banen, van 1 meter breed namelijk. En in plaats van alle 9 moeten hier alle 10 geraakt worden. Dat men ook daarin grote bedrevenheid kan bereiken, toonden de Open Nederlandse Bowlingkampioenschappen in Eindhoven. Waaraan 128 spelers en speelsters uit Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland hebben deelgenomen. Dat de kegels automatisch worden opgezet, bevorderde natuurlijk het tempo van de wedstrijd, waarin Nederland uitstekend voor de dag kwam. Bij de dames ging de overwinning namelijk naar Wilma de Hart uit Breda, die in 360 worpen 3029 kegels raakte. Dat wil zeggen, gemiddeld meer dan 8. De beste bij de heren was de Duitser König, die met 3529 op een gemiddelde van bijna 10 per worp kwam. APPLAUS.